zijn niet heel veel events in deze hoek. Dus het feit als je echt iets doet met business simulaties of serious games. Ik denk dat je dan hier aan het goede adres bent. Om je echt te laten inspireren, nieuwe dingen te verkennen. Ja, ik denk dat het een wat breder palet is. Maar het heeft inderdaad te maken met mensen die het zelf faciliteren. Die daar misschien wat meer kunnen opdoen. Maar vooral ook mensen die dat naar binnen willen halen in hun bedrijf. Dus zelf die expertise of kunde niet hebben. Ik heb hier een uitdaging bij. Oh, dat bedrijf of dat spel kan daarbij helpen. Dus daar zit een bepaalde speelbreedte in, zou je kunnen zeggen.